Lifefulness Bosnië vlog dag nummer 2 in Visoko, welkom terug. Vandaag nemen we je mee op een onvergetelijk avontuur. We hebben nog veel meer piramides beklommen, geheime donkere oude tunnels verkend en met Guy de fascinerende wereld van piramide-energie en harmonieuze geometrieën ontdekt. Klinkt intrigerend, toch? Blijf kijken om te zien hoe wetenschap, spiritualiteit en eeuwenoude kennis samenkomen om onze kijk op de wereld te veranderen. Let's go! Deze hond heeft al 5 koffies binnen. Ik al mijn 6e. Met deze voelt hij dat... Hey, kameraad! We gaan rennen! Ik zegen deze nieuwe dag! Ik ben dankbaar! Waarom ben jij dankbaar? Kijk, we hebben hier een hele mooie meditatie gedaan aan een groep. Hier voelt je heel sterk de piramidekrachten, de vortexen die draaien. Al die piramidekrachten die hier te samenwerken. Dus daar hebben we de piramide van de maan, daar hebben we dus overnacht. Hinder in de verte, met die mast op, daar zit je de piramide van de zon of de sanka. Daar hebben we de piramide van de liefde. Dat is zo'n beetje een topje, een putje en dan terug een golfje. Als het ware in een lichaam, dat is zo'n beetje licht eigenlijk. Hè. Dat is de liefde. Dan hierachter, maar dat ziet je nu niet, dan heb je de piramide van de aarde en daar hebben we de piramide van de aarde. Hoeveel piramides zijn er zelfs? Ja, er zijn er heel veel. Want kijk, hè, als je een beetje verder zou kijken, hier in de verte zie je ook een soort van piramidevorm. Maar die is niet gecodeerd, nee. die is niet genommeerd eigenlijk. Hè. Toch? Ja, op den duur begint overal piramides te zien. Hè. Maar het gaat er meer hierom eigenlijk dat je die interactie voelt, die krachten voelt tussen al die piramides. En dat heeft de hele groep heel sterk gevoeld. Die krachten, die vortexen die naar binnen gaan, maar ook tegelijkertijd terug naar buiten. Oké, we zitten hier op de aarde. Het is niet alleen die aardse energie, er zit een veel diepere oude energie hier. En het is die diepere oudere energie dat terug eigenlijk tijd wordt om kenbaar te worden. Het gaat om de ancient wisdom. Ja, het wordt tijd dat de aarde dus, want de aarde zit in een soort van quarantaine, dat die terug zijn kosmische, meerdimensionale poort terug eigenlijk opent. We zitten in de glass dome, de simulation, de simulacrum. Dus dat de aarde terug zijn kosmische plaats inneemt eigenlijk, dat we kosmisch vrijkomen. Daarom is het dus belangrijk dat die piramide-energie, dat die zich vrij... En het mooie is dat al die piramides, die hebben frequentie van liefde, hè? 432 of volledige heling frequenties. Meerdimensionaal en kosmisch. Meerdimensionaal en kosmisch. Multidimensional, dat is wat wij zijn. Ja, dat is wat dat wij zijn. En dat is eigenlijk het belangrijkste dat we het dan terug oppikken. Oké. Voilà. Dus binnenaars, buitenaars, buitenaars, maakt niet uit, we zijn allemaal integraal. Hey. We zijn nu naar de piramide van de draak aan het rijden. We zijn onderweg. Lekker rustig. Zie dat hier de grote wandelclub gaat wandelen. I'm the goat. We zijn aan wandelen naar de top van de piramides. Hier zijn onze vrienden van Vietnam en Parijs. Australia. Australia. Multicultureel, multidimensioneel. We are one. Ezeren. One. Praten. One. Nederlands praten. Praten. Dus nu staan we aan de top van een andere piramide. We zijn hier dus high in the sky. Woehoe! On our own supply. Je moet denken, ik heb hoogtevrees. Ik sta hier in de fucking top. Na een lange tijd hangen op de piramides, gaan we eindelijk terug naar onder. Want dat is het leven. We gaan naar boven. Ja, we zijn ook naar onder. Dan gaan we weer naar boven. We hebben het gehaald. We zijn beneden. Sunka, de zonnepiramide. De zonnepiramide is de hoogste piramide. Het is ook de zwaarste klim. Hetgeen dat ik voorstel... Vandaag gaan we dus opnieuw naar de top van andere piramide. Deze. Bravo! Hey, Bosnia! Suat from Bosnia! Toto! Shus! Bravo! One shot, one kill, right? Bravo! My friend! Ah. 360 view aan de top van deze piramide. We zijn nu al het een en het ander piramides gaan beklimmen. Ik ben hier met Guy Wouters aan de top. Dit is energigantisch. We zitten hier dus op de piramide Sanka. De zonnepiramide.
De zonnetje schijnt ook heel goed. De zon is aan schijnen. En daar genieten we van. We hebben dat vuur gevoeld, of voel, zowel van de zon als ook terwijl we de beklimming deden op de zonnepyramide. Dat is krachtenergie, meer mannelijke energie. De piramide van daar straks, de draak, is ook wel een krachtige energie, maar een beetje vermengd met de vrouwelijke energie. Dus dat je op een gegeven moment die volledige verbinding voelt van buiten naar binnen, van binnen naar buiten. Dat je als het ware openstelt voor... Die piramides hebben dus heel veel zin uiteindelijk, ja, als je erover nadenkt. Absoluut. Dus we zijn kosmisch en we zijn meerdimensionaal. En daar moeten we terug naartoe gaan, dat de planeet uit de quarantaine gaat. Eigenlijk contact met de buitenaardse, maar intens contact. Je hoeft niet contact in de vorm, fijnstoffelijk, nee, gewoon in bewustzijn. Want we zijn eigenlijk ook buitenaardse tegelijkertijd. Maar dat je onze ziel dan? Of, ja, onze ziel is kosmisch. Hè? En we hebben hier een aardse ervaring, maar we hebben ook ervaringen op andere planeten. Maar dat je dat openstelt in bewustzijn, dat er een interactie is van energie. En het is dat wat de aarde ook nodig heeft. Hè? Dus dat we de mensheid naar de next level brengen. Dat is het lot. Dat de mensen in zichzelf naar een next level brengen. En als dat hebben we dat gedaan met een paar mensen, die oefening. En als je dan je ogen open doet, wat is het effect daarvan? Het effect daarvan is als je met de ogen open in die energie zit en je kijkt gewoon, dat die hele omgeving als het ware naar binnen wordt gezogen. De hele energie van de omgeving gaat naar binnen. Maar ook van binnen terug naar buiten. Daar is een communicatie. Je hebt een enorme eenheid. Een samen zijn. Maar op een heel diep en ruim niveau. En dat is onder andere één van de dingen, één van de krachten van de piramide. De piramide die draait en die zich verruimt naar buiten en terug naar binnen en van binnen terug naar buiten. Dat die energieën worden overgebracht tussen ons onbewuste en het bewuste. Dat de energieën zich ontvouwen in je waaktoestand, over de tijd of in de ruimte. Dat is de kracht van de piramide. En die kracht zal met de tijd krachtiger en krachtiger worden. Healing. Geniet ervan. Dankjewel, Guy. Dankjewel. Dit is het. Ciao. Dankjewel. Mooi. Dit water is next level water. En nu, als voorbereiding, gaan we daar nu in de tunnel. We gaan daar mediteren. Hallo, we zijn in het donker. Een hele speciale energie. Als je even begint, dat is wat scherp. En dan zit je dan weer in een vrij donkere, kleine tunnel zitten. En die energie brengt je heel diep naar binnen. We zitten helemaal omringd in moeder aarde. Je voelt dat ook. Geeft een fantastisch... rustgevend gevoel. En voilà. Oh. Yes, jullie zien dat hier. We hebben het gehaald. Uit de tunnels. Fuck. Dit was een gekke trip. We zijn nu de hele dag piramides gaan bewonen, bewandelen. Wat er ook allemaal is. En we zijn nu daar. I love Visoko. In het stadje waar de piramides zijn, gaan we nu van alles eten, drinken, genieten, leven. Alsof het je laatste dag is. Door de straten wandelen van Visoko. Het is hier wel heel gezellig. Heel mooi, heel fijn. Hoge energy. Niet zo hoog als bij de piramides, maar we zijn sterk. We zijn op level. We zijn bezig. Bij deze zijn we aangekomen aan het hotel. We hebben heel lekker gegeten. Plus, het is een heel levendige stad, Visoko. En dan ook Sarajevo. En heel veel dingen te doen en heel veel activiteiten. En heel fijn wel. Dus ik ben wel heel erg aangenaam verbaasd. Dus we zijn nog maar dag 2. Er is al zoveel gebeurd. Dus ik ben benieuwd wat er nog gaat komen. Slaap lekker.